Goed, we zijn nu goed bezig. We hebben heel veel bronnen gevonden over Artis. We hebben ze bewaard in mijn werkplek en een nieuwe map aangemaakt. Maar nu gaan we ze bewerken en verwerken in een werkstuk. Dat doe je door naar programma's te klikken en dan ga je naar de werkstukkenmaker toe. Hier kom je terecht in het algemene scherm. Je kunt naar mijn bestanden toe gaan om weer toegang te krijgen tot je map en tot al het materiaal wat je hebt verzameld. De tijger van buiten edit. Oh, die wil ik erin. Ik wil een filmpje van beeld en geluid erin. En daar hou ik het even bij. Op dit punt kan ik de foto bewerken. Ik kan hem draaien. Ik kan hem kleiner maken. Ik kan hem bijsnijden. En ik kan weer met de pijltjes kiezen wat ik in beeld wil. Op die manier bewerk ik mijn foto. Het filmpje is afspeelbaar. En hier kan ik ook teksten toevoegen. Ik voeg een nieuw tekstblok toe en dat doe ik hier. En hier ga ik mijn titel maken. Artis. Dit is allemaal te bewerken en op de manier waarop je het zelf wil. Dus je kunt hier helemaal je eigen werkstuk van maken. Maar stel nou dat ik vind dat die klaar is, dan ga ik mijn werkstuk opslaan. En mijn werkstuk noem ik Artis. En ik klik op OK. Ik ga verder. En ik sluit de werkstukkenmaker af. En ik wil verder. Maar waar is mijn werkstuk nu gebleven? Die is in mijn werkplek. In mijn bestanden vind je het werkstuk terug, mijn werkstuk. Dus op die manier kun je het materiaal wat je hebt verzameld inzetten in de programma's.